De start van de etappe in Belfort was voor de Rabobank het sein om te kiezen voor een andere strategie. De aanval dus. Dat bleek meteen in de bergetappe naar Zwitserland. Laurens ten Dam, Bauke Mollema en vooral ook Rabotalent Steven Kruiswijk lieten zich van voren zien. Kruiswijk maakte indruk met een sterk optreden in de voorste gelederen. En wat was het uiteindelijk een dag voor hem? Ja, het was een behoorlijke strijd vanaf het begin. En dit was wat jullie betreft een voorbode van wat de komende twee weken komen gaat? Ja, ik hoop het wel. We zijn nog steeds een beetje onze wonden aan het likken eigenlijk. We zijn nog steeds niet, denk ik, op ons sterkst nu. Maar ik denk dat we vandaag wel hebben laten zien dat we wel dat we iets willen. En dus zeker de komende twee weken nog ons vaker willen laten zien. En als je ziet dat je vandaag al met drie man in die kopgroep mee kunt zitten. Ja, het was zeker geen, het ging niet op bestelling hier. En dat was echt, echt strijd vanaf kilometer nul. En, was het misschien ook een beetje een statement van, hey, we zijn wel gevallen, maar we zijn er nog? Ja, iedereen, kijk, het is gewoon heel zuur dat je die ambities die we hadden met dit klassement na één dag, of in één dag, gewoon helemaal verdwenen zijn. En, ja, nu moeten we onze doelen verlegd en ik denk dat we hebben laten zien dat we die knop snel om kunnen zetten. En dat we zeker nog kansen gaan krijgen. Wat jezelf betreft, de manier waarop je van voren reed, de manier waarop je met de weer te gaatje dicht reed, was sterk. Ja, het was gewoon, ik heb echt de hele tijd vol gereden, maar ja, ik wist achteraf, of tijdens deze koers ook al, ja, of ik moet echt voorop komen met een paar man, maar anders is het heel moeilijk om voorop te blijven. En, ik voel me wel goed en ik denk dat dit een goed teken is voor de komende week.